Ik ben Louis Dollé, eigenaar van Cardio Fitness Amsterdam en Hemmers Gym Amsterdam. Ik ben 3 jaar geleden een sportschool begonnen, een fitnesssportschool, met ook al kickboksen daarin. En dat ging hartstikke goed eigenlijk. En ik ben nu een treedje hoger gegaan, zeg maar, om door middel met Michael Babb, mijn hoofdcoach, en de naam Hemmers, Hemmers Gym Breda, werk ik samen, zeg maar, om dus een nieuwe kickboksportschool te beginnen voor recreanten, kinderen, wedstrijdvechters. En ja, we zijn net begonnen, het gaat hartstikke goed. We zijn nu, 1 maart zijn we geopend, zeg maar. We zijn wel al vanaf februari bezig om met te verbouwen. 1 maart zijn we open gegaan. En ja, het gaat hartstikke goed, zeg maar. Weet je, er komen veel mensen op af, veel wedstrijdvechters op af. Natuurlijk, Mike heeft de expertise om het kickboxgedeelte helemaal te regelen, zeg maar. Ik ben een beetje op de achtergrond, ik ben geen kickbokstrainer. Ik ben, zeg maar, meer het zakelijke aspect doe ik van de sportschool. En Mike is natuurlijk mijn hoofdcoach en ja, die doet het geweldig, die man. Ik ben eigenaar van beide sportscholen, ja, en ik werk samen met Michael. Ik ken Michael al een tijdje en Michael is natuurlijk freelancer geworden, zoals iedereen weet. En Mike deed vaak, trainde vaak zijn mensen in mijn sportschool. En ja, ik wilde natuurlijk een treedje hoger om het kickboxgedeelte uit te breiden. Want ik heb nu eenmaal de ruimte, zeg maar, voor het kickboxgedeelte uit te breiden. En ik zat een beetje met Mike te brainstormen van, is het niks voor jou, weet je, kan je niet daar, kunnen we niet wat met het gedeelte doen, zeg maar, om het uit te breiden. Nou goed, toen kwam Mike het idee van, we gaan een keer met Cor en Nick praten, want hij werkte natuurlijk samen met Nick samen, toen hij freelanced in Breda. Om zo dus de naam Hemmers te gebruiken en een Hemmers Gym Amsterdam te openen. En ja, zo ben ik een beetje in contact gekomen met Nick Hemmers en Cor Hemmers. Ja, klopt. We werken ook samen met Nick, zeg maar, met Hemmers Gym Breda. En elke maand willen we, zeg maar, met onze jongens willen we daar gaan trainen. En andersom ook, zeg maar. Dus er staat een hele grote training in de planning, zeg maar. 3-4 weken, dat dus de toppers en al die jongens van Breda, zeg maar, hier komen trainen in onze sportschool. Met onze jongens samen. En ja, we gaan een hele mooie happening ervan maken. Bij deze ben je uitgenodigd ook dan. Ja, Nick Hemmers komt mee, zeg maar, met zijn vechters en dan gaan we samen trainen dus met onze vechters. Nou ja, het is natuurlijk, ze noemen het gehaktdag natuurlijk, dus het wordt een spardagje. En dan gaan onze jongens dus samen sparren met de jongens van het Breda, zeg maar. Dus we werken samen met Nick. Sparpartners onder elkaar nu gelukkig, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ja. Ik loop even nu met je mee. Is goed? Ja. Er staan ook kleintjes puntjes in. Oh, we zijn live. Hallo. Ik loop met je mee. Is goed. Nou, we gaan nu naar de dojo toe. We zijn niet helemaal klaar met het gebouw. Nee, maar de andere kant is op. Nou, we gaan ook zo die andere kant. Gaan we eens die kant doen. Ik wil heel wat dingen weghalen, dat irriteer ik me. Je kent me toch? Nou, we gaan weer het fitnessgedeelte. Michael Babb. Hallo. We zijn live, Michael Babb. We zijn Shortcut Fight News. We zijn live bij Hemmers Gym Amsterdam. Nou, en het hele grote fitnessgedeelte. Ik heb er werkelijk alles staan, zoals je ziet. Dus onze vechters kunnen ook, zeg maar, een stukje krachttraining doen. Wat ik doe, nou, zoals je ziet lopen we nu naar het fitnessgedeelte toe. Ik heb heel veel apparatuur staan. Zodat onze vechters, zeg maar, ook een stukje krachttraining kunnen doen. Wat natuurlijk is, belangrijk is als je gaat trainen, als je sterker wil worden, als je wil vechten. Ja. Nou, dit is het hele krachtgedeelte zoals je ziet. Heel veel dumbbells. Iedereen kan hier gewoon. Nou, ik heb dus, zeg maar, 2 sportscholen. Ik heb een fitnesssportschool en een kickboxsportschool. En ik heb dus heel veel fitnessleden. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel kickboxleden. Dus de kickboxers kunnen fitnessen. En de fitnessers kunnen ook kickboxen. Dus ik heb ook heel veel recreanten die kickboxen. Ja. Oké, ik loop met je. Ja. Ja. En hoe is het eerst voordat het... De sportschool heet nog steeds Cardio Fitness Amsterdam. Daar viel ook het oude kickbox onder wat ik had, zeg maar, vooral voor recreanten. En ik heb nu dus de sportschool in 2 gesplitst. Dit is Cardio Fitness Amsterdam, de fitnesssportschool. En dat is Hemmers Gym Amsterdam, het kickboxgedeelte. is 1600 vierkante meter is het, 1600 vierkante meter en het, is, het gebouw is 100 meter lang. Dus we kunnen ook nog een sprintje trekken. En komt meneer Cor Hemmers hier ook zelf les geven? Cor geeft natuurlijk geen les op dit moment, zeg maar. Die heeft hartstikke druk met andere werkzaamheden. Maar ik werk natuurlijk wel samen met Cor en met Nick. Dus Cor is hier af en toe aanwezig. En ja, ik werk vooral samen met Nick natuurlijk, want onze vechters trainen ook met elkaar. Nou, ik heb hier nog een gedeelte, zeg maar, waar we dus een privéruimte voor vechters die zeg maar geen pottenkijkers willen hebben. VIP. Dit is een VIP gedeelte. Dit is het VIP gedeelte. Moeten we nog een beetje oppimpen. Lekker weg. Ja. Inderdaad, eigen ruimte voor de, ja, klopt. De big boys, hè? Ja. Nou, lopen we nu zeg maar naar het... de dojo zelf, zeg maar. Gaan we nu heen. Ze ontbreekt aan niets, hè? Nee, ik heb alles staan. Wat is het verschil met deze gym en de Hemmers Gym Breda? Voor de kijkers. Hemmers Gym Breda is zeg maar dus echt dojo gericht, zeg maar. Die met een hele grote dojo. En ja, wij hebben zeg maar ook een grote dojo. Maar ik heb ook heel veel krachtapparatuur erbij, zeg maar. Zodat de vechters dus cardio kunnen doen. Ze kunnen krachttrainingen doen. We kunnen circuittrainingen met ze doen. Dus we zijn natuurlijk heel uitgebreid op dat gebied. En Hemmers Gym Breda gaat wel een fitnessgedeelte neerzetten, zeg maar. Nu nog niet. Dus nu krijgen we ook een stukje fitnessgedeelte. Dat dus de vechters natuurlijk ook een... Oh, dat komt er nog bij daar? Ja, ja. Kom. Maar jullie vieren ook hier die ramen hier? Ja, ik heb boven een ramen staan zoals je ziet. De meeste dojo's die zitten echt in een... Klopt, ja. Ja. In een ja. Ja. Dit is het... Het is het lounge gedeelte. Loop je mee, Mike? Ja. Er staat je wel, hoor. Dit is zeg maar het logo van de fitness, het fitnessgedeelte. Heet Cardio Fitness Amsterdam. En het zit in de Overschiestraat 17. Nou, nu lopen we richting de dojo. We zijn nog niet klaar met verbouwen. Er is nu toevallig een kickboxlesje aan de gang, zeg maar. Met een van onze trainers. Dames, jullie zijn live nu, hè? Jullie zijn live op televisie, hè? Dat is dus een kickboxlesje voor de dames, toevallig. Met een van onze trainers, Leroy. Heel aardig jongen, rustige jongen. Leroy brengt echt heel veel rust in ons team. Ja, dit is zeg maar de kickboxvloer, zeg maar. Er komt nog een hele... Oh, sorry. Er komt nog een hele wand in, zeg maar. MMA-stijl komt er nog een wand in. We hebben hier een heel nieuw zaksysteem opgehangen. Met 17 zakjes. Hier een heel groot... hier worden de zaktrainingen gehouden, zeg maar. Ik heb 17 zakjes hangen, zoals je ziet. Dus we hebben ruimte zat hier. Joja. Alles van Joja is ons huismerk. Nu lopen we naar de boksring toe, zeg maar. Er is inmiddels al een tweede boksring besteld. Omdat het hartstikke druk is hier. Ja. 6, 7. Ah, is van Isis, hè? Isis is de tas van Isis. Je vergeet ze elke dag mee te nemen. Oh, is de tas van Isis. Normaal gesproken ben ik nog eerst even aan het zuigen. Jongen, ik maak altijd alles een beetje schoon. Oh, stofzuigen. Ja, en nu ben je al eerder dan hier ook. Het valt mij, het is schoon, ja. Ja, het is schoon, maar je weet, ik ben er precies, dat weet ik. Dus ik ga hem gewoon nog even pakken. Ja, is goed. Nou, dit is dus de... Nee, ik ga niet. Okay. Dit is dus onze boksring. Inmiddels is er al een tweede bij besteld. Dus die komt hier te staan, zeg maar, die is onderweg. Nog eentje ernaast? Ja, en ik wil voor de kerst wil ik er 4 hebben staan. Wat ga ik hier neerzetten? Aan dat gedeelte, tussen de palen. Want welke sportschool heeft 4 boksringen tegenwoordig? Op onze Facebookpagina Hemmers Gym Amsterdam Daar staat het rooster bovenaan. We hebben een heel uitgebreid rooster voor zowel recreanten, wedstrijdvechters. We hebben ook ladies only kickboksen. Die worden gegeven door Isis Verbeek, vindt ze geweldig. Dus we hebben ook ladies only lessen. En Isis die geeft die 3 keer in de week. We hebben heel veel kids kickboksen tegenwoordig. We hebben 3 keer in de week kickboksen voor kinderen. Die is heel populair in onze wijk, zeg maar. Leroy is een van de leraren, we hebben nog wat andere leraren. Nou, de kinderen vinden dat geweldig. Dus, en de jeugd is natuurlijk de toekomst. Dus we hebben voor iedereen hebben we wat, zeg maar. Ja. Ik had natuurlijk al heel veel leden bij mijn andere sportschool, zeg maar. En inmiddels zijn er zeker wel 150 nieuwe leden van Hemmers Gym bijgekomen, zeg maar. Dus, en vooral heel veel kids. Ik heb geloof ik iets van over de 100 kids. Dus het, ik kom uit de bodybuilding wereld, uit de krachtwereld, zeg maar, krachtsportwereld. Ik heb ook bodybuilding wedstrijden gedaan. En ja, ik heb dus van mijn hobby eigenlijk mijn beroep gemaakt. En nou, ik ben een sportschool begonnen. Ja. Ik ben nu net een beetje begonnen met op de pads met Mike. Ja. Ja. Morning, how are you? Good? Morning. Nou, dit is onze topper Michaela. Hi. Die ook... How are you? Dat is Michaela, zeg maar, een van onze vechters, onze toppers. Ze is berensterk geworden, berensterk. Ja, moet wat gaan. Oh, ja. Er wordt een beukpartij. Ze is echt heel scherp is ze. Gisteren heb ik even op de pads gezien en heb ze gespart met een aantal mannen van ons. Dus Rachel, maak je borst nat. Ik ben Louis Dollé. Ik gebruik de naam Hemmers Gym, zeg maar. Ik werk ook samen met Cor en met Nick. En vooral met Mike natuurlijk. Mike is mijn headcoach. En in principe regelt Mike het hele kickboxgedeelte. Zowel voor recreanten als voor vechters. Hij maakt het rooster. Hij is een franchise, hè? Hemmers Gym. Het is een soort franchise, ja. Want ze hebben 1 in Brazil dan nu, 1 in Breda. Ja, en ze willen er nog eentje. Ik mag er niet veel over zeggen, maar er komen er nog 2 bij waarschijnlijk. Ik mag niet zeggen waar, maar... Dat gaan we vanzelf zien in de toekomst. Spannend. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je rondleiding. Graag gedaan. En we gaan Michaela even... interviewen. Michaela, de mic is yours. De mic is yours.